Dag mevrouw Spies. Dit kan allemaal zomaar ineens nu, hè? Nu er geen werk meer is. Ik heb even een uurtje vrij. Even lekker in het zonnetje zitten. Dat is niet verkeerd, toch? Met een goede bak cappuccino. Het is voor u ook wel een persoonlijk drama, want dan was u eindelijk minister. Een paar maandjes, geloof ik maar. 4 maanden, maar dat valt in de categorie klein leed. Dat is het risico van het vak. Ja, maar je baalt daar persoonlijk natuurlijk wel van, denk ik. Je hebt toch een voorstelling van, ik ben minister. Maar ik ben dat ook nog steeds. Ja, het duurt niet lang meer, hè? Dat duurt korter dan ik dacht toen ik eraan begon. Ik zou het van de cv aflaten als ik u was. Toch geen gezicht, 4 maanden minister. Nee hoor, geen haar op mijn hoofd. Het komt gewoon op een cv te staan. Ja, geen gêne? Geen enkele gêne.